actiegroep Control Alt Delete wil dat er een eind komt aan etnisch profileren met een app. Is dat de oplossing? Ik praat erover met Mo Anwar Lachep, ervaringsdeskundige Hans Schoones van de politiebond ANPV. Yahya Yousfi, verslaggever bij Funix, ook ervaringsdeskundige. En Dion Abdelhafiz Khan van de actiegroep Control Alt Delete. Om met jou te beginnen, Yahya. Ervaringsdeskundige, hoe vaak ben je al aangehouden? Ik ben de tel kwijt. Yeah. Ik woon in België, dus ik ben best wel heel vaak heen en weer. En ik gemiddeld per week praat je over 4, 5 tot 6 keer dat ik aangehouden word of staande gehouden word, hoe je het noemen wil, door de politie / marechaussee of. Maar is dat omdat jij elke keer te hard rijdt? Of? Dat is dus het grappige. Ik hou me gewoon. Ik word staande gehouden op basis van mijn uiterlijk. En de auto, dat wordt me ook heel vaak meegegeven. De auto waar je rijdt, dat is een auto die je pas kan rijden als je op pensioen bent. Wat voor auto heeft een agent? Ik rijd een Duitse sportbak. Ja. En dat is gewoon puur omdat ik het leuk vind om te doen. Het is een jongensdroom geweest. En om dan zo elke keer weer, vooral als ik de grens overkom, aangehouden te worden en bejegend te worden als crimineel, dat gaat mij veel te ver. 4, 5 keer per week? Ja, ik heb een keer onterecht, gehad. Onterecht altijd? Het is gewoon altijd onterecht. Want en wat doet dat met jou dan? Dat zo vaak gebeurt? Het is frustrerend. Mm-hmm. Soms maakt het me ook gewoon echt boos. Want elke keer dat je een kwartier of 20 minuten aan de kant staat, dat is gewoon weer tijd. En tijd is geld. Ik ben ondernemer. Ik moet ja, ook maar gewoon los van het financiële. Ja. Wat doet het met jou persoonlijk? Het maakt me boos. Van, hè, waarom gebeurt mij dit? Waarom gebeurt dat niet als een blonde dude met mijn met dezelfde leeftijd, mm-hmm, ook in zo'n auto gaat rijden? Waarom wordt hem dan niet gevraagd? Hoe kom je eraan? Of, ja, en wat zeg jij tegen agenten als je dan elke keer wordt aangehouden? Ik maak gewoon ook gewoon echt letterlijk. Ik probeer altijd rustig te blijven, want de ervaring leert als je gek gaat doen of dat het juist nog langer gaat duren. Dus ja, ik probeer ten alle tijde rustig te blijven en soms lukt dat gewoon niet. Ja. Soms kun je niet meer rustig blijven. Nee, man. Mo, Anwar, hoe is dat voor jou? Wat precies? Nou ja, word jij ook heel vaak staande gehouden? Nou, of, nou vooropgesteld, ik ben kort geleden 25 jaar geworden. Ik heb in die 25 jaar nog nooit een strafbare feit gepleegd. Mm-hmm. Maar ik ben toch al meerdere malen inderdaad in aanraking gekomen met de politie. En misschien zelfs vaker dan de gemiddelde beroepscrimineel. En wat is, wat is meerdere malen? Nou, niet op één hand te tellen in ieder geval. Mm-hmm. Dat aantal overschrijdt het wel. Maar voor mij het meest vervelende is dat er ook een tweetal zeer heftige ervaringen tussen zitten. En wat was dat? Eén was een staande houding gevolgd door een achtervolging in een Haagse buitenwijk. Waarbij ik nadat ik was gecontroleerd, dus nadat was vastgesteld, oké, het is een onschuldig burger, hij heeft niets op zijn kerfstok, nog ruim 1,5 uur lang door een 8-tal agenten ben gevolgd, letterlijk. Echt op 10 meter afstand. Een busje zat. Terwijl jij liep? Of? Ik liep, ja. Ik was in een natuurgebied aan het wandelen en ik wandelde met een vriend van mij. En ik wandelde toevallig en per ongeluk de verkeerde kant uit, waardoor ik in een wijk terecht kwam. En blijkbaar is dat een misdaad als je er net iets anders uitziet dan de gemiddelde Nederlandse jongeren. En toen ben ik dus ruim 1,5 uur lang, zoals ik al zei, gevolgd door een busje waarin 2 agenten zaten. 2 agenten op fietsen, een motoragent. Mm-hmm. En later toen we de wijk uit wilden rijden en toen we echt zat waren en dachten we gaan naar huis, werd de auto nog staande gehouden, werd onze auto onderzocht met de nauwkeurigheid van de Spaanse grenspolitie. En toen kwam er zelfs nog een undercoveragent bij die zei van ik zat ook 1,5 uur lang achter jullie. Maar was er dan iets gebeurd daar dat zij achter jou aan zaten? In principe, we kregen de uitleg van we hebben te maken met een inbrakengolf in deze wijk. Mm-hmm. En dat was ook de reden dat we bij de initiële staande houding volledig onze medewerking verleenden. Dus we zeiden oké, dat snappen we. Hier heb je onze ID-kaarten. Trek ons maar na. Nou, er kwam niets uit. Ik heb letterlijk nog nooit een snoepje gestolen. Altijd te laf voor geweest. En we vroegen zelfs nog aan de agent, mogen we nu gewoon doorlopen zonder dat het leven ons moeilijk wordt gemaakt? Nou, dat mocht. Maar hij zei er niet bij dat we dan gevolgd zouden worden en geschaduwd zouden worden. En wat zijn de gevolgen voor jou, op persoonlijk niveau, dat zo vaak gebeurt in deze heftige ervaring? Nou, de gevolgen zijn sowieso dat ik me er mee ga bezighouden. Mm-hmm. Dus ik heb zoiets van, ik kan dit niet. Want het was niet de eerste keer. Maar het was wel de keer die mij de ogen heeft geopend.
Want daarvoor... Voor wat precies heeft ja, het je voor dit probleem wat later de naam etnisch profileren heeft gekregen. Ja. Want het is niet iets van de laatste 5 jaar. Ik hoorde verhalen al jarenlang en ik heb het altijd weggewuifd onder het mom van ja, het hoort er nou eenmaal bij en er is niets aan te doen. Maar als het op een gegeven moment dusdanig heftig wordt en er zijn zelfs heftige verhalen als die van mij waarbij er ook nog eens geweld bij komt kijken. En voel je je dan gediscrimineerd als dat gebeurt? Ja, het is discriminatie. En word je boos dus is... of juist, je hebt ook je nou, neemt het is niet verstandig ook? Om in gesprek met een agent boos te worden. Want wat dat betreft, burger versus agent is net een 3-jarig kind versus een boze vader. Je wint ja, het nooit. Gewoon je mond ook sta je in je recht. Ja. Dionne, jij bent van Control Alt Delete en jullie zijn bezig om een app te ontwikkelen. Klopt. Wat is precies het doel van deze app? Nou ja, het doel is eigenlijk eentje die wij niet zouden moeten nastreven. Namelijk politiecontroles transparant en meetbaar maken. Die verantwoordelijkheid ligt eigenlijk bij het ministerie en bij de politie. We hebben er meerdere malen om gevraagd, maar helaas blijft er een nee op onze vraag. Wat moet die app dan precies doen? De app gaat, wat het doet is eigenlijk het is een soort van een mogelijkheid waarbij jongeren of burgers nou ja, dit soort verhalen kunnen delen. Mm-hmm. We registreren het ook, ze vullen een soort van vragenlijst in, waarbij we ook kunnen gaan monitoren, oké, hoe vaak worden burgers nou onterecht staande gehouden? Dat is enerzijds, dus we gaan politiecontroles eigenlijk registreren. En aan de andere kant bieden we ook meteen juridische tips en houdingsadviezen aan burgers die ja, onterecht in contact komen met politie. Hoe kunnen zij zelf beter met de politie omgaan? Je hoort al de tip van Yahya dat hij zegt, rustig. Ja, hou je rustig. Ja. Mo Anwar zegt, verleen medewerking. Ja. Nou, dat zijn de tips die we geven. Maar daarbij komt ook kijken dat heel veel burgers op dit moment die onterecht staande worden gehouden, geen melding maken, niet een klacht indienen of zelfs aangifte. Nou ja, en wij hebben zoiets gezegd van oké, als jullie dat niet kunnen of niet willen of er geen vertrouwen in hebben, dan laat ons je dan helpen. Ja. Hans, is dit een goed idee, zo'n app? Nou, ik denk het niet. Waarom niet? Dat is met name ook wat al aangegeven werd, hè, van wij gaan registreren of er een onterechte staande houding heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Nou, ik kan me het gevoel heel goed voorstellen wat jij hebt, hè, van ik word 5 keer in de week gecontroleerd. En laat ik wel wezen, als het mij zou overkomen, zou ik ook balen van alweer ik, waarom ik. Nou, ik kan jouw gevoel ook goed voorstellen dat dat zo is. Alleen de kwestie is van het etnisch profileren, wat hier over de tafel is gegaan. Daar zit gelijk de kern van het probleem, denk ik. Namelijk? Als je wat documentatie daarover leest, bij etnisch profileren. De VN geeft daar een omschrijving aan, de EU, allerlei onderzoeksbureaus. Mm-hmm. En daar gaat het met name over, als er sprake is van het daadwerkelijk controleren van jou, omdat jij een donker uiterlijk hebt, dat is gewoon bewust en doelgericht. Dan zou dat etnisch profileren kunnen zijn als er geen enkele andere grond is om jou te controleren. Dan komt een maar. Als er andere factoren zijn, ik hoorde net een bij jou die me wel gelijk aansprak, van in die wijk, daar zijn een aantal inbraken geweest waarbij mogelijk daderinformatie is. Dat het mogelijk iemand is met een getint uiterlijk, met een lange baard. Nou, maak maar een omschrijving daarvan. Ja. En dat collega's doelgericht daarna op zoek zijn naar dat soort personen. Dat is niet het gegeven. Als je praat over etnisch profileren, er is een eenduidige definitie die overigens de politie ook hanteert. Dit wordt ook door verschillende onderzoekers gebruikt. En dat is gewoon dat iemand staande wordt gehouden op basis van uiterlijke kenmerken in plaats van verdacht gedrag. Mm-hmm. Overigens is het ook zo dat alleen wetshandhavers zich hier schuldig aan kunnen maken. Mm-hmm. En het gaat om een combinatie van tijd, plaats, uiterlijke kenmerken, maar zonder objectieve rechtvaardiging. En kijk, daar zit meteen de crux. Als jij wat is dat? Precies, wat is dat? En als jij staande wordt gehouden, zoals Mo Anwar, en er wordt gezegd, er is een inbrakengolf, jullie uiterlijk wijkt af van de gemiddelde bewoner hier in deze wijk, dan werkt hij gewoon mee zonder probleem. Want je krijgt een nette uitleg. Mm-hmm. 9 van de 10 keer wordt er geen uitleg gegeven. En dat zorgt voor een hoop frustratie. Het zorgt voor een onrechtvaardig gevoel. En wat heel erg interessant is dat de politie heeft 2 taken. Vrede en veiligheid. Mm-hmm. Op dit moment wordt er ingezet op veiligheid. Mm-hmm. Maar de vraag is veiligheid van wie? Van alle burgers of van een deel van de burgers? Want Yahya voelt zich niet veilig bij de politie. En als je praat over vrede, dan denk ik dat juist zo'n app ook de politie kan helpen. Want u bent van een vakbond. Heel veel politieagenten hebben een veel te hoge werkdruk. Leiden aan een posttraumatische stressstoornis. Hebben veel te weinig trainingen waardoor ze ook hun taak onvoldoende op dit moment kunnen uitoefenen. Dat is iets waar we elkaar ook in kunnen vinden. Mm-hmm. Deze app zou ook de juiste politieagenten kunnen helpen om van tevoren beter na te denken voordat ze iemand staande houden. Hans, goed idee toch, om de politieagenten te kunnen helpen. Ze hebben het al zo moeilijk. Nou, de politieagenten hebben het niet moeilijk. Mensen hebben het zwaar. Het is een zwaar beroep. Mm-hmm. Wat er speelt. Mensen hebben een hoge werkdruk. Mm-hmm. Dat klopt allemaal. Maar dat de Nederlandse politie puur op etnische kenmerken controles uitvoert, dat bestrijd ik. En ik sta voor die mensen. En ik vind dat ook geen recht wordt gedaan aan het apparaat, de Nederlandse politie.
dat het 100% perfect gaat. Ik ga dat echt niet verdedigen, want dat zal ongetwijfeld niet. Ik geef u een voorbeeld. Dit is een maand geleden gebeurd. Ik ben op één dag 3 keer aangehouden. Ochtends word ik aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Er wordt een hele mikmak wordt gecheckt. Dat is dan geen probleem. Ben ik in Rotterdam bij Phoenix, ga ik in de middag het centrum in om een item op te nemen. Word ik aangehouden door een motoragent die me naar een hoek brengt. En dat noemen ze dan de patsercontrole. Heel mijn auto is ondersteboven gehaald. Ik heb letterlijk met mijn hoofd mijn motorkap gezien. Sterker nog, er was zelfs nog steenslag wat ik zag, maar goed. En dan word ik diezelfde avond onderweg naar huis op de A16 word ik aangehouden. En ik word letterlijk klemgereden. Ik reed 120 en ik word klemgereden door 2 auto's waar 8 politieagenten in zitten. En dan geef ik aan, op een hele nette manier. Meneer, dit is al de 3e keer vandaag dat jullie me aanhouden. En weet u wat de agent zegt? Dat weet ik. Dat weet hij? Ja, dat weet ik. En er is een check gedaan. En dan denk ik bij mezelf, wat ben je dan de hele dag aan het checken? Want er valt niks te checken. En doe jij dan een klacht? Dit gebeurt jou zo vaak. Dien jij continu klachten in? Ik wil niet dat het mijn dagelijkse leven gaat... Nog meer gaat. Ik moet ook gewoon mijn ding kunnen doen. Het frustreert me al. Ik deel het op sociale media. En met de app, als die er komt, is dat gewoon een ideale manier om dat ook gewoon aan te kunnen tonen. Ik heb ook vaak, moest ik spelen voor, want ik ben cabaretier en soms speel ik wel eens voor politieagenten. Sterker nog, volgende week hier in Amsterdam. Gaat het dan over etnisch profileren? Ja, dan, inderdaad. Dan ga je ook een punt even maken. En dat is dus mijn ding. Ik heb een uitlaatklep. Dus ik kan al mijn frustratie die ik heb, kan ik in mijn voorstelling naar buiten gooien. Maar wat gebeurt er met die jongeren die dat niet kunnen? Want als je 10 keer iemand als een crimineel behandelt, geloof me, er gaat een dag komen dat hij gaat denken, juist man, ik ben volgens mij een crimineel, want iedereen zegt dat en iedereen denkt dat. Een van de dingen die ik ook aan hoorde net was van zorg dat je ook aangeeft waarom iemand gecontroleerd wordt. Toen ik gewoon op straat werkte... Wat moet... Ja, die wordt gewoon 3 keer op een dag, 4, 5 keer per ook, week. Sorry, ik wil echt overbreken, want ik vind ook dat het probleem wordt echt gebagatelliseerd. Etnisch profileren wordt gebagatelliseerd. Want, weet je wat het is? Niemand kan zeggen of het structureel of incidenteel plaatsvindt. Mm-hmm. Meneer kan niet vertellen dat het incidenteel plaatsvindt. Net zo goed wij niet kunnen vertellen dat het structureel plaatsvindt. Mm-hmm. Dat is ook het hele punt waarom wij vragen, ga politiecontroles, ga dat meten. Mm-hmm. Want op dit moment weet niet eens of een politiecontrole effectief is. Nou, dat lijkt dus eigenlijk van zijn de feiten, de cijfers zijn er nog niet. Nee, precies. Maar daarbij komt ook kijken, dat, laten we zeggen dat alleen dat etnisch profileren alleen plaatsgevonden heeft bij Mo Anwar. Vaker dan 2 handen en bij Yahya 5 keer in de week. Laten we zeggen dat de enige 2 verhalen zijn, oké? Okay? Mm-hmm. Dan is dat toch heel erg. En ik vind het een gebrek aan inlevingsvermogen en begrip en ook gewoon het ontbreekt aan medemenselijkheid om daar gewoon serieus op te reageren en te zeggen, oké jongens, wat kunnen we voor jullie doen? En wat zijn de gevolgen voor de agenten? Die app moet hierbij gaan helpen. Die app die is er nog niet, want jullie zijn hem aan het crowdfunden. Wat betekent dat? Dat betekent dat het een burgerinitiatief is. We hebben gewoon echt letterlijk een initiatief vanuit Control Alt Delete en een x-aantal jongeren waar Mo Anwar ook een onderdeel van is en Yahya eigenlijk ook een onderdeel van is. Mm-hmm. Hebben we gezegd, weet je wat, we doen de handen in eigen boezem steken en we gaan zelf geld verzamelen om die app te kunnen ontwikkelen en dan daarmee het een soort laten dienen als enerzijds een signaaladvies richting de politie en het ministerie. Mm-hmm. En anderzijds ook als een praktische handvat voor jongeren hoe zelf beter om te kunnen gaan met de politie. En de politie is welwillend om deze app te gaan gebruiken? Nou, dat is heel grappig. Dat verschilt per regio en per agent. Wat wel erg leuk is dat er zijn een x-aantal hoofdagenten, eenheidsleiders die hier heel achter staan. Maar er zijn ook genoeg agenten en eenheidsleiders die hier niet achter staan. Ja. En daar doen we heel erg ons best voor om die te overtuigen. Ja, gaat u de app gebruiken, Hans? U bent geen agent, maar gaat u het adviseren? Ik ga dat niet adviseren. Maar ik heb eigenlijk nog geen argument gehoord. Dat is het laatste punt dan, want we moeten afronden. Wat u precies op de app tegen heeft. Sterker nog, ik heb gehoord dat u vindt dat het geen structureel probleem is. Maar zou ik zeggen, voer die app vooral in, want dan bewijst het u gelijk, mocht het zo zijn. Ja, baat het niet, dan schaadt het niet, zou je kunnen zeggen. Om te beginnen heb ik niet aangegeven dat het geen structureel probleem is. Ik heb aangegeven, de Nederlandse politie als instituut doet niet aan etnische profileren. Daar sta ik voor. Nee. Wat is het verschil tussen die twee dan? En ik heb daarbij aangegeven dat als het 100%, dat zul je niet halen, dat de Nederlandse politie dat niet doet. Er zullen ongetwijfeld collega's zijn die daar anders over denken. Ja. Maar in een situatie, jouw voorbeeld misschien daar wel toornigevend in, hè? Ja. Eerst door Marseille gecontroleerd worden, daarna door politie in Rotterdam, dan nog ergens anders. Het zijn totaal verschillende diensten. Ja.
die niets met elkaar gemeen hebben. Nee, maar ik denk dat we nog niet uitgesproken zijn over het onderwerp. En als jullie app er is, dan wil ik het graag weten. Dan kunnen we over verder praten. Mag ik maar één oproep doen dan? Want iedereen, het is een burgerinitiatief. Dus als iedereen... De website, zeg maar. SMS gewoon popo naar 4333. En daarmee doneer je automatisch een euro. Help ons alsjeblieft. En jezelf. Yes.